Een 57-jarige kassenbouwer uit Monster is dinsdagochtend zwaar gewond geraakt. De onderaannemer kreeg een stalen constructiebalk op zich. Dat gebeurde rond 19:30 bij een bouwproject aan het Sint-Jorispad in Naaldwijk. De kassenbouwer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onder meer artsen uit een traumahelikopter moesten eraan te pas komen om hulp te verlenen. De helikopter landde op het complex van atletiekvereniging Olympus 70.